De RoboCap van ASSOS. Echt wel een van de mutsen met de hoogste kwaliteit. Zeker niet de goedkoopste. Maar wat krijg je het nu voor? Uh, in mijn ogen een heel mooi afgewerkte muts. Met een streep reflectie aan de voorzijde. Kleine ASSOS logootje. Maar niet heel dik. Want als je onder een helm draagt. Dan wil je niet dat dat logootje in je hoofd prikt natuurlijk. Maar dit is echt gewoon een heel dun logootje hierop. Dus niet het... Dikke rubberen logo wat op de fietsbroeken zit bijvoorbeeld. Goede uh, ja, uh, stuk stof over je oor, want in de winter kan het natuurlijk gewoon echt fris zijn. En uh, fietsen kan nog zo leuk zijn, maar als je koud hebt, dan is het echt plotseling uh, niks meer aan. Ik wil het anders zeggen, maar dan is, het gewoon natuurlijk, ja, dan is het gewoon niks aan. Ook achter zit de reflectie aan de binnenkant gevoerd. Het fijne stof, hij is niet te dik. Uh, hij blijft ook ademen, zeg maar. Het is niet dat je heel erg bezweet raakt, maar het is wel een beetje gevoerde stof. Een beetje tussen niks en vlies in. Het is zeg maar geen dikke vlieslaag, wat vaak heel erg gaat zweten. Uh, maar gewoon een wat dunne laagje. Dus dat is hier, de RoboCap van Assos met handige ringetjes, waar ik al heel veel toepassingen voor heb gezien. Waaronder natuurlijk hoofdtelefoons, uh, maar ook bijvoorbeeld brildragers en ja. Wat dan ook. Het zijn net die handige dingen: natuurlijk assen maken, los van de details. Maar goed, mocht je het zien in YouTube, zal ik de link onder de video zetten. Oké, okay, doei.